Hij zal er wel mee wegkomen. Het wordt weer uitgesteld. Er wordt een commissie benoemd, weet ik veel. Dit is niet de manier waarmee je Trump kunt afhouden van 24. Dat geloof ik absoluut niet. Het verlossen, kunt u mij horen? Hey, even een paar onduidelijkheden uit de wereld helpen. Want jij zat van de week bij 7:30 en daar werd aangekondigd... Maarten die heeft een nieuwe theatertour. En meteen allemaal brieven van mensen die zeggen... waar kunnen we ons aanmelden? Maar ik begreep ook dat helemaal geen nieuwe theatertour is. Dat is gewoon waar je al jaren mee bezig bent. Ja, god, ik doe al weet ik niet, misschien al wel 10 jaar een theatertour of zo. Zoiets zal het zijn. En als mensen dan willen weten hoe het zit... dan kun je gewoon intypen Van Rossum in het theater... En dan krijg je een pagina met alle plekken waar ik optreed en het moment waarop dat gebeurt. En het zijn er per jaar ruim 20. Ik heb het ook afgetopt. Ik vind het ontzettend leuk om te doen, maar ik ga er niet 80 per jaar doen of zo. Nee. Maar 20, 21, dat vind ik een mooi getal. Maar waarom werd het dan aangekondigd als Maarten gaat opeens het theater in? Ja, dat heb ik pas achteraf gecorrigeerd. Ik weet niet of ze dat dan niet weten. Of dat ze het vergeten waren. Dat weet je maar nooit eigenlijk. Ah, oké. Je bent afhankelijk van de presentatie. En op dat moment heb ik er kennelijk niet aan gedacht om het te corrigeren. Nee. Althans, ik herinner het me niet. Overigens werd overal plotseling geschreven dat ik daar met grote tegenzin zat. Ja, dat was helemaal niet waar. Dat is die ruilmakerij in die stomme mediajournalistiek. Het meest achterlijke onderdeel van de journalistiek, dat is wel de mediajournalistiek. Jongen, zeg. God allemachtig. Wat een debiele systeem. Maar je zei toch ook van, ik zit hier met tegenzin? Nee, dat zei ik helemaal niet. Ik zei, het was niet mijn grootste verlangen in de afgelopen jaren om hier te zitten. Nou, dat is zo. Ik heb allerlei verlangens die aanzienlijk hogere prioriteit hebben dan het zitten bij 7:30. Maar dat is toch niet, dat kun je ze niet zo makkelijk omdraaien dat ik er helemaal geen zin in had. Ik zei alleen, ik heb in mijn leven grotere prioriteiten gehad dan 7:30. Dat lijkt me eerlijk gezegd een vrij normale en neutrale mededeling. Ja. Het zou gek zijn geweest als ik had gezegd, ik verlang al jaren... naar een optreden in het programma 7:30. Nee, natuurlijk. En toen zei die blondine die tegenover mij zat... ja, waarom zit je hier dan? Toen zei ik, nou ja, omdat ik hier reclame kon maken voor mijn theatertour. En toen keek iedereen met zo'n gezicht van... nou, reclame maken in een talkshow, wie doet dat nou? Alle talkshows zijn gewoon reclame voor de mensen die er zitten. Laten we nou wel wezen. Dus het, ja, dat zodoende... Ja, ik kreeg het een beetje een rare connotatie, maar het sloeg nergens op. Maar met welke boodschap ben je uitgenodigd dan voor het programma? Om te praten over zowel mijn theatertour als het feit dat ik genomineerd was in diverse podcastcategorieën. Ja. Namelijk in de algemeen maatschappelijke, dat is wat we nu aan het doen zijn. Maar nou heb ik dat even bekeken en het blijkt... dat er 65 podcasts genomineerd zijn. Daar moest ik zo om lachen. Dat ik dacht, al te serieus kan dit allemaal niet wezen. Nee, iedereen is genomineerd, dat klopt. Er staan veel, veel categorieën bij. Ja. Maak dan een shortlist of zo. Dan is het, maakt het nog een beetje een serieuze indruk. Maar dit is evidente flauwekul. Er blijkt ook een eindeloos aantal categorieën te zijn. 27 of zo, weet ik veel. Ja, ja. Hey, en wat vond je nog van, want René van der Gijp die ging er daarna ook nog op reageren, hè? Ja, die had er ook niet veel van begrepen. Wat me ook weer niet zo verschrikkelijk verbaasde. Ja, wat moet ik zeggen van VI? Ja, dat is toch niet iets wat je serieus kan nemen. Laat staan dat je Gijp serieus zou moeten nemen, nee. Dus dat vond ik eigenlijk allemaal ook vrij vermakelijk. Ja. En aangezien Gijp ongetwijfeld keihard gelachen heeft over zijn eigen opmerkingen, heeft iedereen er plezier over gehad. Ja. Nou, wat ik niet helemaal snapte aan zijn feedback was dat hij jou een grachtengordelsnop noemt. Dat is ook vrij geestig. Als je één ding niet bent, dan is het dat wel. Ja, het is vrij geestig, ja. Ach joh, Gijp, ik bedoel dat. Sorry hoor. Maar dat is nou niet iets waar mensen over op moeten winden.
Ik heb het idee dat hij jou... Het is helemaal natuurlijk een beetje een wonderlijke... Het is een show met adolescente grappen en atmosfeer... die gemaakt wordt door mensen die op zeer gevorderde leeftijd zijn. Ja, maar ze scoren wel de pannen van het dak, want ze zijn vaak de best bekeken talkshow. Ja, maar daar ben je toch niet verbaasd over. Hoe onnozeler, hoe beter het scoort. Ja, de Masked Singer scoort ook geweldig. Maar ja, al lacherig bij voorbaat van woord van de ingrijpende en totale onnozelheid daarvan. Je bent toch met me eens dat vrijwel alle topscorende televisieprogramma's, met uitzondering van De Slimste Mens, zijn van een vrij hopeloze onnozelheid. Ja. Maar ja, ik begrijp dat je daar niet enthousiast over bent, over deze conclusie, maar ik meen dat vrij serieus. Ja. Nee, je kunt VI toch niet zo serieus nemen, kom nou. Nee, ik heb ook het idee dat hij jouw humor niet helemaal snapt, want hij haalde iets aan over dat die uitzending toen in die tent in Scheveningen, waar jij een grap had gemaakt over de supporters, en dat heeft hij zich volgens mij behoorlijk aangetrokken. Ja, nou ja, kennelijk op een of andere manier schijn ik hem te irriteren, maar nogmaals, ik neem dat niet al te serieus. Mijn indruk is altijd dat ze zichzelf ook niet al te serieus nemen. Dus, maar op dit punt lijkt Gijp toch een soort van betrekkelijk lage irritatiedrempel te hebben. Ja, nou, de Telegraaf die was er heel blij mee, want die schreven weer een berichtje van ruzie Gijp en Van Rossum leidt op. Ja, dat is ook. Ja, sorry dat ik daar zo over moet lachen. Maar dat is die mediajournalistiek die echt als je in je neus peutert, dan kunnen ze er nog een heel artikel van maken over de hele pagina. Van Rossum peutert in neus op het scherm en dat camera blijft hangen bij Van Rossums neus. Nee, kom op. We gaan het allemaal niet zo serieus nemen. Je zou je überhaupt eens af moeten vragen of talkshowland op de juiste weg is. Natuurlijk zijn sommige talkshows beter dan andere. Maar er zit wel de klad in, is mijn indruk. Hoe precies dat nou verbeterd en veranderd moet worden, je begrijpt. Ik vind natuurlijk dat het ook dat veel serieuzer zou moeten. Dus geen zangeresjes, geen kickboxers. Geen huizen waar een grote spin in gezien is. Ik bedoel, begin met de inhoud op de kalfvaten. Nou ja, misschien kun je een oproepje doen aan Charles Groenhuizen, want die luistert iedere uitzending. Of die luistert vaak naar de podcast. Hij reageert ook wel eens. Dus misschien kun je hem nog wel eventjes een tip geven. Ja, zo interessant is natuurlijk de vraag die ik niet kan beantwoorden over. Hoe groot is de invloed van de presentatoren op wat de redactie uitzoekt? Want ik weet bijvoorbeeld niet eens of al die op één dingen, al die op één teams, of dat één redactie heeft of dat er meerdere redacties zijn. Dat weet ik dus. Volgens mij is er één redactie wel, één kernredactie. Vermoed ik. Nou, kijk, dus die zou Charles aan moeten spreken. En dat, ik moet erbij zeggen dat ik eigenlijk nooit naar het ook zo kijk, of hoogst zelden. En als ik kijk, dan vind ik de inhoud vaak aan de onnozele kant. Dus ja, ik vind een talkshow moet gaan over maatschappelijke vraagstukken van enige betekenis. VI in allerlei opzichten is niet zozeer een talkshow, maar is een komisch programma voor mannen die, nou ja, ik heb al eens eerder gezegd, maar dat schijnt beledigend te zijn, die in allerlei opzichten, laten we het zo zeggen, niet serieus maatschappelijk geïnteresseerd zijn. Of het moest de voetbalsport betreffen. Nu heb ik het toch wel heel netjes geformuleerd. Heel netjes, toch? Ja. Hier kan hij niet boos om worden. Ja, nee, daar kan niemand boos over worden. Dus ja, het is vooral, denk ik, naar mijn idee, een inhoudelijke kwestie. A. B. Nodigen ze onveranderlijk veel te veel mensen uit. Dat moeten ze ook niet doen. Nodig liefst 2, maximaal 3 mensen uit. En neem dan ook niet een hele reeks van onderwerpen, maar beperk je tot het belangrijkste onderwerp van de dag. En bespreek dat echt serieus, dan heb je daar toch 50 minuten voor. Dat zou moeten kunnen. Nou, hoort dat Johan Derksen, die had het er ook over, dat hij een keer bij jou thuis is geweest om met jou samen te werken. Ja, dat,
We hebben een dag samengewerkt, want ik heb hem geïnterviewd voor het tijdschrift Marken. Ah, dat was hij, het. Hij is toen niet bij mij thuis geweest, maar we hebben een heel leuk uitstapje gemaakt naar het Lexicus 4, want hij is opgegroeid in Heteren, aan de overzijde van de rivier, want ik ben opgegroeid in Wageningen. En ik begreep dat vanuit Heteren Wageningen een voorbeeld was van de laten we zeggen, door en door corrupte grote wereld. Ja. Ja, ik geloof dat zijn vader een beambte was van de politie in Heteren. Ja, dat klopt, ja. Helemaal zeker weten doen. Daar kon hij het niet goed mee vinden. Maar hij was verder de redelijkheid zelf. En je weet dat ik betrekkelijk positief over Johan denk. Mm-hmm. Want Johan is een man van serieuze interesses. Dat, ja, hij zit daar bij dat VI. Dat verdient natuurlijk lekker. Het is makkelijk, want dat is natuurlijk een van de aspecten van VI. Het is natuurlijk van een extreem soort van gemakzucht. Je gaat zitten en je loopt maar een eind weg. Inhoudelijk heeft het natuurlijk nauwelijks enige betekenis. Maar goed, ook de andere talkshows zouden. Ik moet zeggen, bij die talkshow waar ik dan later op die avond zat, dat vond ik prima. Maar de andere talkshows zouden ook inhoudelijk wel wat zwaarder kunnen. Ja. Maar goed, om de vraag te beantwoorden van ook luisteraars of je wakker ligt van de kritiek van Gijp, is het antwoord dus nee. Nee, als ik daar wakker van lag, dan zou ik al lang in een psychiatrische inrichting zijn opgenomen. En laten we eens even kijken naar een stuk dat NRC ook deze week schreef over de problemen die Trump te wachten staat in aanloop naar de midterms, maar ook daarna. Natuurlijk 6 januari, dat is het laatste nieuws dat hij daar ook moet. Hij wordt opgeroepen, hè, door de volledige commissie. Wat vind je daarvan? Ja. Nou, eerlijk gezegd denk ik dat zo vaart niet zal lopen. Omdat natuurlijk per 1 januari het huis in handen van de Republikeinen zal komen. Althans, daar wijzen alle peilingen op. En dan wordt de hele zaak natuurlijk vanzelf teruggedraaid. Want dat huis heeft dan een Republikeinse leiding. Zou me helemaal niet verbazen als ze ook tegen Biden allerlei heel onaangename procedures gaan beginnen dan. Om, laten we zeggen, een soort van tegenwicht te bieden tegen wat deze commissie in de afgelopen jaren gedaan heeft. Nee, dus ik bedoel, daar lig ik niet. Ook die rechtszaak, ik zie dat niet 1, 2, 3 leiden tot het niet optreden van Trump bij de verkiezingen van 2024. Al zal ik niet zeggen dat ik zeker weet dat Trump bij die verkiezingen kandidaat zal zijn, want dat weet ik eigenlijk niet zeker. Ik had het erover met Frans Verhagen en die wou wel wedden om een substantiële fles wijn, zei hij, dat Trump het niet zou doen in 2024. En ik ben niet zeker genoeg van mijn zaak om te zeggen ik weet het zeker, ik weet niks zeker over 2024. Als ik nou iets langzamerhand zeker zou moeten weten, is dat dit soort van zekerheden niet veel waard zijn. Nee. Volgens mij zei zijn biograaf ook van Trump wil wel weer heel graag president zijn, maar hij heeft helemaal geen zin in die campagne. Nee, maar natuurlijk. Kijk, dat hij, als hij het zou doen, laten we dat eerst eens vooropstellen, dan zou hij denk ik wel even goed scoren als hij in 2020 heeft gescoord. Omdat hij natuurlijk, ja, 40% van de Amerikanen ziet in hem een soort van heilandachtige figuur. Dus die stemmen zal hij zonder al te grote problemen krijgen. De vraag is natuurlijk wie zijn tegenstander is. Is dat Biden, die dan ondertussen, hij is 1 jaar ouder dan ik. Dus in 24 is die 82. Dat is niet, ja, dat lijkt me niet handig. Kamala Harris lijkt mij een ongeschikte kandidaat, die gaat sowieso ten onder in verkiezingen. Dus we weten eigenlijk helemaal niet wie zijn potentiële tegenstander is. Maar we weten ook niet of Trump het daadwerkelijk zal doen. Die kan ook, vergeet niet dat Trump ook de jongste niet is. Nee. En bovendien heeft hij zijn hele leven heeft hij vieze cola gedronken en hamburgers gegeten. Nou zei jij net van als die Republikeinen straks weer aan de macht zijn, dan zie ik het nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Maar de feiten liggen toch op tafel. Hij heeft toch bijvoorbeeld die spionage. Nou, dat zegt in Amerika niet zoveel. Rechtszaken kunnen eindeloos gerekt worden. Je kunt met allerlei verschillende lui in beroep gaan. Het Amerikaanse
Hey, daar moet je niet te veel op verheugen. Dit ligt allemaal in het genre. Als Poetin nou eens van de trap viel en zijn nek brak, dan waren we van dat gedonder ook af. Het is niet zo simpel. Het zal denk ik meer afhangen van de situatie van Trump zelf, wat er gaat gebeuren in 2024, dan dat die rechtszaken daarvoor een belemmering zouden zijn. Ik zou mij enorm verbazen. En wat vind je van de uitslag in Georgia, waar die zich echt actief met de uitslag bemoeid zou hebben, waar ook opnames van zijn? De NRC schrijft dat wordt het grootste probleem voor hem. Ja, dat mag hij helemaal niet natuurlijk, maar ook daar denk ik, weet niet waar dit proces zich ergens bevindt, in die immens complexe Amerikaanse gerechtelijke structuur. Maar ook daar denk ik, hij zal er wel mee wegkomen. Het wordt weer uitgesteld, er wordt een commissie benoemd, weet ik veel. Dit is niet de manier waarmee je Trump kunt afhouden van 24. Dat geloof ik absoluut niet. Oké. Nou ja, goed, kijk, het is wel zo dat er op verschillende plekken iets speelde. Dit is dan Georgia, dan hebben we die commissie. Nee, dat is zeker, natuurlijk. Dat is allemaal waar. En alle normale mensen zeggen, die man is totaal ongeschikt voor het presidentschap. Het is net weer zo'n indrukwekkende nieuwe beschrijving van zijn presidentschap verschenen van die twee mensen. Van de New Yorker, geloof ik, en de New York Times, het echtpaar. Allemaal heel serieus, er wordt nog eens uit de doeken gedaan hoe verschrikkelijk chaotisch, half gaar, incompetent, nou gaan ze maar door, het eigenlijk was. Maar die 40% waar ik het over had, die zijn ongevoelig voor dit type van kritiek. Jij en ik vinden dat, en de andere 60% van de Amerikanen ook. Maar ja, het systeem zit zo in elkaar dat goed georganiseerde minderheden opmerkelijk kunnen scoren. Je zou natuurlijk ook kunnen. Dus ik maak me niet blij erover, maar tegelijkertijd lig ik er ook niet wakker van. Ja, je zou ook kunnen, als dit de lijn is die jij volgt, dan zou je kunnen zeggen, nou, Trump die moet wel gaan getuigen, want dat levert spectaculaire kijkcijfers op en daar kan die weer scharen bij spinnen. Kijk, voor zijn aanhang is alles wat hij doet prima. Ook toen de FBI daar in Mar-a-Lago opdook om die documenten in beslag te nemen. Nou, zegt de FBI, was een totalitaire staatspolitie, de Gestapo van Amerika. Nogmaals, veel mensen die bij hun volle verstand zijn, die denken dat ook de aanhang van Trump of mensen die op hem zouden willen stemmen ook bij hun volle verstand zijn, maar dat is niet zo. Ook Trump is typisch voor heel veel populistische leiders een charismatische figuur voor zijn aanhang. En iemand die meer is dan alleen een politicus, die ook een semi-religieuze leider is. Make America great again. Ja. Nou begreep ik dat The Guardian bericht heeft, die ze trouwens niet in heel veel detail bespreken, maar dat Trump inderdaad de verleiding voelt om te gaan getuigen met als doel om daar een soort van campagne te voeren. Ja, en ik denk dat voor zijn aanhang is het alleen maar bevestigend dat ze hem altijd moeten hebben. En dat de elite niet deugt en dat de elite Trump niet ziet zitten. En de elite ziet Trump ook niet zitten natuurlijk, dat is op zichzelf ook weer juist. Dus ja, maak je niet op, wees niet al te optimistisch, maar wees ook niet al te pessimistisch. Op zichzelf is er veel mis in het Amerikaanse politieke bedrijf. En of Trump nu wel meedoet in 24 of niet meedoet in 24, wat er mis is in het Amerikaanse politieke bedrijf, steekt veel dieper. En het zal nog jaren vergen, als het überhaupt al zal gebeuren, om dit te verbeteren en uiteindelijk een andere koers te gaan varen. Ja. Daarvoor moet namelijk ook de hele Republikeinse partij moeten op de helling. Hebben we niet ook eerder in de geschiedenis een situatie gehad, volgens mij met Lincoln toen die State of the Union toespraak uitgelekt is? Toen moest hij toch ook verhoren, of heeft hij zich bemoeid in ieder geval met die commissie die dat allemaal begeleidde? Zo, dan vraag je mij naar iets waar ik gewoon niet veel van af weet. Mijn kennis van de Verenigde Staten start in, zullen we het zeggen, 1890. Oké. Okay. Ik ben nou eenmaal een specialist op dit terrein, niet iemand die op de 19e eeuwse van geschiedenis ook op zijn duimpje kent. Ja, oké, dan moeten we dus even uitzoeken. Volgens mij iets met de State of the Union, die stond toen in een blad. En toen heeft Lincoln zich er ook mee bemoeid. Maar dat zoeken we even op voor de volgende keer. Ja, maar de State of the Union is in ieder geval in mijn herinnering een vrij recent verschijnsel. Dat is niet altijd zo geweest. Maar goed, ik weet dat gewoon
niet zeker. Ja. En sowieso is Lincoln wel een wat andere figuur dan Donald Trump. Ja. Overigens, misschien goed om even te zeggen, de advocaten van Trump hebben hem schijnbaar ook afgeraden om eraan mee te doen. Want die voelen aan dat hij dan, als hij daar naartoe gaat, dat hij sowieso vervolgd wordt. Ja, maar vaak zijn ook de advocaten van Trump ook niet helemaal goed, Snik. Nee, dat moet ik er voorzichtigheidshalve bij zeggen. Ik vind wel dat je eerlijkheidshalve moet zeggen dat de figuur van Donald Trump en het feit dat hij president van de Verenigde Staten is geweest en wellicht nog weer zou kunnen worden, dat we dat in allerlei opzichten, als je het heel breed wil zien, aan onszelf te danken hebben, namelijk aan de moderne mediacultuur. Alleen in de moderne mediacultuur kan een dergelijke figuur een dergelijke rol spelen. Vroeger was dat naar mijn idee grotendeels onmogelijk geweest. Ja. Al zou je kunnen zeggen, nou ja, maar hij zou ook naar Mussolini kunnen verwijzen. Het is... Maar de media zouden bijvoorbeeld iets terughoudender kunnen zijn bij het opkloppen van de zoveelste schijnbaar succesvolle populistische politicus. Hey, daarover gesproken, jij was volgens mij dit weekend op een festival waar Ad Melkert ook was. Ja, zeker. Hoe heette dat nou, dat festival? Het Geschiedenisfestival. Ja. En ik begrijp dat Ad Melkert daar voor het eerst heeft teruggeblikt op de periode Fortuyn en zijn rol daarin. Ja, dat schijnt zo te wezen, want dat heb ik uit de krant, want ik heb daar zelf een lezing gehouden. En ik werd dus ingevlogen uit Texel en daarna ben ik weer uitgevlogen naar Texel. Hmm. Dus ik ben daar niet naar gaan luisteren, ik heb geen andere sprekers gehoord die middag. Hmm. Behalve mezelf dan. Oké. Okay. Nou, ze hadden zo'n gruwelijke klok op het toneel staan. Weet je wel, die dan één uur aangeeft. En dan, zodra je dus het eerste woord hebt gezet, beginnen de secondes af te tikken. Ja, maar daar hou jij je toch nooit aan? Nou, in dit geval werd ik rücksichtloos. Werd ik afgesloten na een uurtje. Nee, ik moet zeggen, de zaken liepen wel op tijd. Dat moet okay. gezegd worden. Oké, okay. Nou, heeft het Historisch Nieuwsblad het goed georganiseerd? Ja, dit was volgens mij prima georganiseerd, maar ik heb gelezen wat Melkert gezegd heeft. En vanuit het perspectief van Melkert kan ik dat allemaal goed begrijpen. En als die zegt dat er in die weken, maanden buitensporige aandacht aan Pim Fortuyn is besteed, dan kan ik niet anders doen dan dat beamen. Maar hij zei ook, ik had een handreiking naar moeten doen. Ja, hoe hij dat precies had moeten doen, weet ik niet. Het schijnt dat Balkenende het wel met hem op een akkoordje had gegooid. Dat vind ik moeilijk te zeggen. Wat zou het effect daar dan van geweest zijn, dat weet ik niet. In mijn indruk is dat natuurlijk Fortuyn zelf ook wel besefte dat hij iets losgemaakt had wat hij in ieder geval niet zou kunnen... Hoe moet je dat zeggen, vervoleindigen, dat die beloftes had gedaan die volstrekt onhoudbaar waren. En, nou ja, dat vele mensen natuurlijk hun hoop hadden, ook daar geldt. Hij was meer dan een politicus die tevoorschijn was gekomen uit de coulissen. Hij was ook laten we zeggen, een soort verlosser. En ondertussen zijn we natuurlijk in Nederland gewend geraakt aan het feit dat we elke 4 jaar een nieuwe verlosser hebben. Anke Villa is er wel weer iemand die de belofte in zich lijkt te sluiten van ik ga aan alle zaken een positief puntje zuigen. Natuurlijk had Fortuyn dat en zeker niet met die fractie zeg van 12 ambachten, 13 ongelukken, al die halfgare ruziemakers. Hij was er zelf waarschijnlijk ook vroeg of laat, eerder vroeg dan laat uit. Nou. Het is allemaal natuurlijk praatjes achteraf. Hij is doodgeschoten, wat uiterst betreurenswaardig is. Maar het verschijnsel op zichzelf, ja, daar zouden de media zich best eens achter de oren kunnen krabben. Dat geldt net zo goed voor Thierry Baudet en dat geldt. Kun je nog het zogenaamde filmpje van Geert herinneren, waar we maanden, zo'n jaar over gezeken hebben in de media? Over minder, minder, minder? Wat? Was dat over minder, minder, minder? Nee, dat filmpje wat hij zou maken over... Oh ja, dat klopt. Ik weet wat je bedoelt, ja. Dat was die... hoe heette dat ook alweer, die film? Ja, dat ben ik ook vergeten ondertussen, maar... Stelde niet veel voor in ieder geval.
Niets, het stelde niets voor. Het bleek gewoon een nat klappertje te zijn tenslotte. En, maar goed, de opwinding daarover, dat was buiten alle perken. En dat is ons steeds overkomen. Hè? Ik weet niet of je het weet, maar Rita Verdonk was 10 jaar lang de meest uitgenodigde gast in talkshows. Ja. Dat zegt een hoop over talkshows. Maar dat zegt ook een hoop over de media-aandacht voor iemand die in feite een volstrekt inhoudsloze figuur was. Fitna heette die trouwens, de film. Wat? Fitna. Ik heb het even op Wikipedia Fitna opgezocht. Ja, zo was het, ja. Fitna. 16 minuten duurde die. Ja, en hij zou er een reactie op produceren. Ja. En tenslotte bleek dat een knutselwerkje wat hij zelf op de Mac in zijn kelder in elkaar had gezet. Ja, hij, geloof dat, ik. Er staat ook bij, Wilders had moeite om een omroep te vinden die de film op televisie wilde uitzenden. En daarvoor koos hij ervoor om op 27 maart 2008 de film slechts op het internet uit te brengen. Nou ja, kijk. Daar hadden we ons eindeloos over opgewonden en het bleek niets om het lijf te hebben. En dat is vaak zo in deze sector. En op een of andere manier leren de media er helemaal geen hout van. Niet waar, en zijn we langdurig getrakteerd op Thierry die op zijn vleugel lag. Ik bedoel, het is allemaal. Nou ja, zelfs de kwaliteitskrant. Niet waar, heeft zich een jaar lang bezondigd aan allerlei dikke stukken over Thierry. Waar je achteraf denkt van, zijn ze daar wel bij hun volle verstand. Ja, ik even een paar passages uit het interview van Melkert, hè, afgelopen weekend. Want Koen Verbraak was de interviewer, maar er was geen televisie, radio of podcast welkom. Dus we moeten het allemaal zeg maar van het geschreven verslag moeten we doen. Ja. Even kijken wat hij onder andere zegt, is dat Melkert zegt, ik ging voor de inhoud en Fortuyn ging puur voor het effectbejag. Ja, dat puur, hoe heet het, Fortuyn had natuurlijk ook wel een soort van programma gepresenteerd. In ieder geval meer dan Geert ooit gepresenteerd heeft, moeten we zeggen. In de vorm van die puinhopen van Paas. Wat een collectie stukjes was, als ik me goed herinner. En had natuurlijk ook andere dingen geschreven. Ik heb het vaak gehad over dat boek Tegen de Islamisering van Nederland. Heb ik dat niet ooit gekarakteriseerd als. Ik heb nooit een zo dun boekje gelezen waar zoveel onzin in stond als in dat boekje van Pim Fortuyn. Maar het gekke is, wat hij schreef werd nooit gelezen. Het was natuurlijk zijn tv-effect. Hij deed het fantastisch goed op tv. Ik heb altijd begrepen dat de kijkcijfers verdubbelden als Pim in beeld was. Dus ja, dat wil wel. En de tv is natuurlijk de maker van dit soort van populistische helden. Dat is zo klaar als een klontje. Dus een gebaar. Ik weet niet wat voor gebaar had dat moeten wezen. Van ik vind jij een lieverd en laten we geen ruzie maken of zo. Weet ik veel. Ik heb geen idee. Kijk, wat Pim fantastisch kon, was treiteren. Hij was een magnifieke treiteraar. Hè? Ook op die fameuze avond van, ja meneer Melk, het is heel misschien anders dat u verwacht. Nou, op die toon ook. Ja, Melkert was moe, Melkert was geïrriteerd en boos, dus die maakte, dat moet je nooit worden op televisie. Moet op televisie nooit boos worden. Vandaar ook dat iedereen altijd stom zit te lachen op de televisie. Was dat een ongelukkige affaire? Ik vond ook dat Paul Witteman had dat beter kunnen doen op die avond, naar mijn idee. Alles zat tegen. En ja, dan wordt zo'n moment wordt er uitgelicht. Dat is ook een bekend effect van de televisie. Je doet iets wat onhandig is of onverstandig is. Dat hoeft maar een paar seconden te zijn. En ja, het kan op de televisie eeuwig herhaald worden. Hè? Reagan had ook zulke momenten die werden eeuwig herhaald. Die zijn gewoon dan positief. En ja, daardoor creëer je een beeld wat eigenlijk vaak volledig in strijd is met de werkelijkheid waaruit het gelicht is. Ja. Melkert zegt ook, ik had Fortuyn ooit wel ontmoet toen ze een jury op televisie moesten ze debatteren met elkaar. En hij zegt ook van ja, Fortuyn was iemand die woei met alle winden mee om maar aandacht te krijgen. Nou, daar zit wel wat in. Bij mijn weten heeft Fortuyn zich aan vrijwel alle Nederlandse politieke partijen aangeboden. Ja. Als ambitieus politicus. Dat zegt Melkert ook. Hij was op een gegeven moment ook nog uiterst links. Dus hij schreef in een marxistische jargon waar je duizelig van werd. Dat is een van de uitspraken die hij deed. Ja, Fortuyn is begonnen met marxistische sociologie te doseren in Groningen.
En toen dat uit de mode was geraakt, is die vakgroep, of weet ik wat het was, die is opgedoekt. Natuurlijk begon Fortuyn ontzettend links, maar laten we wel wezen, de helft van intellectueel Nederland is ontzettend links begonnen in de jaren 60. Een groot deel van mijn kennissenkring stemde ook CPN in de jaren 60. Je had van allerlei, ja, de jaren 60 heb ik niet vaak genoeg gezegd. In mijn jeugd was iedereen belachelijk links. En in mijn ouderdom is iedereen belachelijk rechts. Heb je wel eens gezegd, rechts. Inderdaad, ja. Ja, mensen zouden wat meer gematigd moeten zijn. In het centrum is het tegenwoordig nogal tochtig. Maar daar kun je beter zitten dan aan de vleugels. Ja. Even kijken, dit is ook wel een interessante. Hij zegt, Fortuyn, hè, Melkert dus, Fortuyn had een behoorlijke kennis van zaken, maar dat zette hij in voor effectbejag, niet om iets voor elkaar te krijgen. Wat dat betreft was hij de voorloper van Trump. Ze bespelen alle twee de onderbuik. Ik moet zeggen dat ik zelf vaak genoeg gedacht heb dat Trump en Melkert, dat Trump en Fortuyn, dat die aan elkaar verwant waren. Ik heb ook wel eens gezegd, Fortuyn was een neef van Trump, maar ik bedoelde dat meer in overdrachtelijke zin. Ja, dat zijn op elkaar lijkende figuren. En als Melkert zegt dat Fortuyn wel degelijk op een aantal terreinen wist waar hij het over had, ja, dat is absoluut waar. Dat wil niet zeggen dat hij niet vermoord was, dat hij een grote impact zou hebben gehad op de Nederlandse politiek. Nee. Hij heeft wel ook een grote impact gehad, maar op een heel andere manier dan wanneer hij zich concreet met het beleid zou hebben bemoeid. Kijk, er zijn twee verschillende dingen, namelijk de politiek in de publieke ruimte en met name de televisieruimte. En politiek zoals die gevoerd moet worden als het gaat om het creëren van serieus uitvoerbaar beleid. Dat laatste is een enorm lastige en complexe zaak waar veel tijd in gaat zitten. En wat vaak ook niet zo verschrikkelijk goed gaat. En dat eerste deel, dat is de politiek, wat de meeste mensen denken dat politiek eigenlijk is, maar eigenlijk niet is. Of althans maar, zie je, gedeeltelijk is. En feit is natuurlijk, daar komen we niet omheen, dat Fortuyn natuurlijk op het scherm een heel wat succesvoller, charismatischer indruk maakte dan Melkert. Melkert was het klassieke type van de professionele politicus die ook iets van beleid weet. Hij was, naar ik vernomen heb, een voortreffelijke minister. Of Fortuyn ooit een voortreffelijke minister had kunnen worden, dat betwijfel ik in hoge mate. Ja. Misschien nog interessant om ook nog even, inderdaad, jij noemde net de media al, daar heeft hij ook nog wat over gezegd. Hij vindt dat hij zelf de professionaliteit had moeten hebben om Fortuyn te feliciteren, maar hij legt ook de schuld bij de NOS en bij Paul Witteman, die je ook al noemde. En neemt het de NOS kwalijk dat gebroken werd met de traditie om alleen de lijsttrekkers van de grote landelijke partijen uit te nodigen. Dat is mediamanipulatie, noemt hij het. Ja, maar natuurlijk, de Fortuyn was in de tijd, het ging die avond over de verkiezingsuitslag in Rotterdam, de gemeenteraadsverkiezingen. Maar het was natuurlijk duidelijk dat Fortuyn in laten we zeggen, de landelijke politiek ook een belangrijke figuur was op dat moment. Dus jij vindt dat niet zo gek dat hij daar zat? Nee, dat vind ik nou weer niet zo gek. Nee. Maar dat Witteman had het naar mijn idee wel wat handiger kunnen spelen. Omdat Melkert nu wel erg met de Zwarte Piet kwam te zitten op die avond. Ja, en Melkert was ook niet blij met Witteman die hem als een soort van schooljuffrouw vroeg om Fortuyn te feliciteren. Dat was het. Die hele scène was hoogst ongelukkig. Ja. Dat vond ik ook. Ja. Hey, en wat weet jij van die confrontatie bij het Algemeen Dagblad tussen Melkert en Fortuyn, de dag voor de moord? Ik begrijp dat Fortuyn daar erg geëmotioneerd ook was. Ik heb geen idee. Ik heb daar nooit van gehoord en ik heb daar nooit iets over gelezen. Kennelijk is dat achteraf duidelijk geworden. Ik weet van niks op dit punt. Okay. En sowieso, het hele idee van een confrontatie bij het Algemeen Dagblad is al een zo wonderlijke contradictio in terminis dat ik denk, dat moet wel iets heel raars zijn geweest. Ja, ja. Omdat het vooral geen confronterende krant is. Ja. Overigens zegt Melkert ook dat hij 20 jaar na het moment nog altijd niet weet of hij of de PvdA nog wat fout hebben gedaan. Hij zegt, hooguit kan ik bedenken dat hij te serieus en te gespannen is geweest. Nou, dat laatste denk ik is wel juist.
En begin je natuurlijk aan je water te voelen dat de zaken niet lopen zoals ze moeten lopen. Feit is natuurlijk dat in die fameuze maanden, zeg maar december 2001, begin 2002, zich een heel wonderlijke, ja, een soort versnellende ontwikkeling heeft voorgedaan. Omdat aanvankelijk zag het er ook in de peilingen naar uit dat het zou gaan tussen PvdA en VVD, tussen Dijkstra en Melkert. En ja, dan komt Fortuyn opzetten als een soort van raket. En weet zich de woordvoerder te maken van gevoelens van ongenoegen, die, dat was ook al veel eerder uit peilingen gebleken, zeker ter rechterzijde, zeer breed leefde. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken met het feit dat hieraan vooraf waren twee paarse kabinetten gegaan. En in de paarse kabinetten natuurlijk speelden de twee grote antagonisten van de Nederlandse politiek, VVD en PvdA, een belangrijke rol, verbonden niet waar in het midden door D66. En het probleem daarvan was natuurlijk dat de PvdA door deze, zeg maar, dit monsterverbond, als je even zo moet noemen, zich natuurlijk zijn hele linkervleugel vrij liet. Dat is de opkomst van de SP, die in de jaren daarna geweldig gescoord heeft, maar nu weer bezig is aan verder weg te zakken en af te takelen. En precies hetzelfde geldt voor de VVD, ter rechterzijde. Dijkstra was helemaal geen rechtse VVD, dat wist iedereen wel. Ter rechterzijde van de VVD, niet waar, viel ook een electoraal gat. En dat is opgevuld door Pim Fortuyn, die natuurlijk een beetje een schertsfiguur was, laten we eerlijk zijn. In dat opzicht past hij gewoon een hele reeks van kermisklanten die in Nederland het populisme gebracht hebben. Maar hij deed het geweldig op de televisie, zonder meer. En daardoor is die wonderlijke uitslag van 2002 gegenereerd. Toen Fortuyn al dood was, hè, de verkiezingen toen Fortuyn al dood was. Ja. Maar het zit Melkert nog echt hoog, hoor. Hij noemt het zelfs een trauma, begrijp ik. Ik kan me dat van Melkert wel voorstellen, eerlijk gezegd, ja. Als je natuurlijk eerst een tijdje hebt gedacht dat je minister-president werd en dat je mooi gaat scoren, vooral, ja, een paar zat er op zichzelf redelijke cijfers, dan is het natuurlijk een gebeurtenis als deze, waar op een goed moment een soort wonderlijke tv-figuur als een duveltje uit een doosje tevoorschijn treedt. Ja, waarbij je dan ook nog jezelf verwijt dat je dat verschijnsel in onvoldoende mate beheerst tegemoet hebt getreden, dan kan ik me wel voorstellen dat je ook over na 20 jaar nog denkt, dat had ik beter kunnen spelen. Ja, en ik begrijp ook dat hij, als hij langs het Mediapark rijdt, dat hij de tranen nog voelt opkomen. Nou, dat is zo. Dan moet er vooral niet langs rijden. Ik voel bij het Mediapark vaak wel de tranen in mijn ogen springen. Maar dat is meer vanwege het chaotische en oerlelijke karakter van het Mediapark. Dat is erg, hè? Want, ja, wat een zootje is dat toch ook eigenlijk, jongen. Ja, esthetisch is dat wel een van de meest ongelukkige kontballingsgebieden van Nederland. Ach joh, geil. The time for empty talk is over. De midterms in Amerika komen eraan. U weet, er gaan in Amerikaanse verkiezingen gaan miljarden en nog eens miljarden rond. We will make America great again. Verdiep je in de Amerikaanse presidentsverkiezingen met het luisterboek van Maarten van Rossum. Dus stel je voor, u bent de minderheid, u heeft 40 senatoren, dat is eigenlijk een vrij forse minderheid. Dan kunt u eigenlijk vrijwel alles frustreren door het wetsontwerp dood te praten. Dat is de filibuster. Het luisterboek vind je via de link in de beschrijving. Dus dan lees je voor uit de Bijbel. Er zijn lui die enorme kookboeken hebben voorgelezen. Ali Niknam van Bunk ergert zich aan de Nederlandse Bank. Daarover vertelt hij in de podcast Sea Level. Het linkje staat in de beschrijving.